Het Nederlandse Jeugd Rode Kruis, dat belangstelling voor de Rode Kruisgedachte wil wekken onder de Nederlandse jeugd, heeft een partij van ongeveer 10.000 zogenaamde giftboxes ontvangen van het Amerikaanse Jeugd Rode Kruis. Met de verdeling daarvan onder de Nederlandse schooljeugd is in West-Zeeuws-Vlaanderen een begin gemaakt. Het waren de jongens en meisjes van Schoondijken en IJzendijken die de primeur hadden. Deze giftboxes bevatten als regel zeep, een tandenborstel, een schrift en een potlood, lekkernijen, een spelletje enzovoort. Onder de Amerikaanse jongeren bestaat nog steeds belangstelling voor hun Nederlandse vriendjes.